paaseitjes, paasbrood, een paasbrunch. Ja hoor, het is Pasen. Bassa ging langs bij basisschool Het Wespennest in Noord. De leerlingen ontbeten daar op school in hun pyjama. Iedereen mocht met zijn pyjama naar school en dan maakt iedereen voor iemand anders een ontbijtje. Dat is grappig. Dat had daarna ook geen moment. Toen gingen kinderen geen weer in pyjama. Iedereen is pyjama, hoe iedereen in bed ligt. Dat is wel leuk. So show me family. Pasen is een lekker en gezellig feest. Maar weten jullie ook wat we nu eigenlijk vieren met Pasen? Dat Jezus uit de dood is opgestaan. Dan vieren we dat Jezus, die zei dat het laatste avondmaal was. Daarna wordt hij door de Romeinen opgepakt. Dat Judas hem aangeeft aan de Romeinen. Ik neem het laatste tonen. Ik ga dit weekend naar mijn opa en oma en dan zoek ik mee. Stel met mijn neefje en neefje zoek ik, ga ik dan paaseieren zoeken die mijn opa en oma hebben verstopt. Wij houden altijd een paasbrunch en dan gaan we ook eitjes verstoppen en zo. Ik wens iedereen een fijn Pasen. Ik hoop dat jullie de paaseitjes allemaal heel erg lekker vinden. Heb een lollige Pasen. Ook Basta wenst iedereen een tof paasweekend. En wie buiten paaseieren gaat zoeken, moet zich warm aankleden, want het wordt waarschijnlijk de koudste Pasen in bijna 50 jaar.